Of ik. Maar wil jij deze overnemen, dan kan die overstuit. Alleen de plafond heeft zijn hoofd niet gepast. Hij moet tweeën, want anders smijt hij weg. En hij moet andersom. En hij had het andersom. Ja, ja hoor. Ik ga erachter, joh. Oui. Ik hoef geen familie de bel uit. Ben ik goed te verstaan? Ja, nu wel. We gaan. Vraiment manifester, hein. Oui. Parce que ça c'est honteux, la plus vieille université de la Hollande. Non mais alors. Voilà, bonjour tout le monde. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Moi aussi, je suis ravie de vous voir tous là. Vraiment, on a vraiment beaucoup travaillé pour organiser tout ça en 2-3 jours. Et tout le monde qui s'est mobilisé aujourd'hui, qui a travaillé pour nous et avec nous pour notre cause, merci et bonne chance aujourd'hui. Allez, on va commencer à crier ça parce qu'aujourd'hui on est là pour ça. On n'est pas contre un grand bachelor. On veut participer avec les Italiens et les Allemands, oui, mais on ne veut pas perdre notre indépendance. On veut rester indépendant. Alors aujourd'hui on va crier, justifiez-vous, expliquez-nous. 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 Expliquez-nous. Justifiez-vous, expliquez-nous. Justifiez-vous. Expliquez-nous! Et pourquoi est-ce qu'on crie ça? Parce qu'on n'entend rien! On nous dit rien! On nous explique rien! On entend de partout des messages qui sont confus! On n'y comprend rien! Alors justifiez-vous et expliquez-nous pour une fois! Voilà. On va essayer! On va essayer de s'approcher du recteur. Non à la mutilation! 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 Et on les redemande! Des arguments!
Expliquez-nous. Expliquez-nous. Justifiez-vous. Expliquez-nous. Ça avait été envie de décider un peu. Ah oui? Mais là, où on peut faire le français comme auparavant. Un grand professeur Dresden, par exemple. Oui. Il ne sait pas s'il vit encore, mais il a une grande réputation ici. Oui, bien sûr. C'est une vraie tradition, oui. Mais c'est pour ça qu'on a mis aussi des pétitions. On a déjà presque 2000 signatures sur Internet, oui. Oui, bien sûr, oui. Mais c'est un terrible appauvrissement. Non, c'est très triste. Oui, tout à fait. Weten wij dat het faculteitsbestuur in de faculteit in discussie heeft over de toekomst. Dus in de faculteit is een discussie aan de gang en wij wachten eerst het verloop van die discussie af.
Maar als er een discussie is, dan zijn er toch argumenten die u gaat uitwisselen? Ja, dat willen we graag even benadrukken. De decaan geeft geen gehoor aan onze brieven. We hebben nog geen argumenten gehoord. En het lijkt me toch dat u een nog hogere plek heeft binnen deze hiërarchie dan de decaan. En onze vraag is dan, juist als u dan echt door wil zetten met concentratie en profilering zoals de heer Zijlstra u dat opdraagt, waarom past Frans dan niet binnen de profilering van buiten-Europese mondialisering? Mag ik u wijzen op de francofonie? Het lijkt me niet zo zinvol om hier buiten op de stoep een discussie te gaan voeren. Waarom niet? We krijgen geen gehoor, waarom meneer. We zouden het graag willen horen. Ik zou u dus toch willen verzoeken om met uw faculteitsbestuur u te verstaan. Ik ken het faculteitsbestuur niet anders dan als mensen die gewoon normaal in overleg treden met degenen die dat willen. En als het nodig is, dan is het nog een keer vragen om dat natuurlijk te doen. Ja. Ja. Maar toch wil ik er u op wijzen dat u als rector magnificus van deze universiteit wel degelijk een hele grote verantwoordelijkheid hierin heeft. Ja, dat hoeft u mij niet uit te leggen. Nou. Is een universiteit een organisatie die uit faculteiten bestaat? En wordt mij iedere keer opnieuw te verstaan gegeven dat faculteitsbesturen ook een eigen verantwoordelijkheid hebben. Dus het is een samengaan van college van bestuur en faculteitsbesturen. En een discussie waar u nu hier over spreekt. Ik sta hier niet als persoon, ik sta hier als voorzitter van het college van bestuur en als rector. Wij hebben een overleg met het faculteitsbestuur. De faculteit heeft over 2 weken een faculteitsraadvergadering waar dit punt aan de orde is. En dan horen wij de uitslag van het overleg. Zo gaat het en zo is het heel normaal. Maar waarom staat er dan heel concreet op de website in het Engels wat de plannen zijn en waarom? En krijgen wij steeds te horen dat het allemaal nog niet zover is? En u inderdaad als rector gaat daar uiteindelijk ook over beslissen. Dus wij willen graag weten op het moment dat het door dat college van bestuur heen gaat, of door de faculteitsraad, wat als het bij u terecht komt, waar u dan staat. Dat weten we ook niet. Dat zien we dan, want dan zijn de argumenten kennelijk gewisseld. Dan weten wij het anders. Meneer Van den Doel heeft gisteren bij de BNR-radio duidelijk zijn argumenten gegeven. Dat ze meer studenten willen aantrekken. En wij zijn gewoon niet mee eens dat dat zo zal gebeuren. En dat is ook het enige argument dat we steeds horen. Dus de argumenten dat u het er niet mee eens bent is duidelijk, want het staat er hier. Maar ik zou nogmaals willen vragen om de discussie daar te voeren waar het hoort. En dat is op dit moment in uw eigen vak. Bevestigt u bij deze dat de faculteit volledig vrij is om te beslissen dat de opleiding Frans zelfstandig mag blijven bestaan? Nee, want de faculteit is geen universiteit. We hebben meerdere faculteiten dan één. Ik wijs er alleen op dat wij een normale overlegstructuur hebben, waarbij voor dit soort van beslissingen eerst de discussie in de faculteit plaatsvindt, zoals het ook in andere faculteiten. Iedere faculteit heeft een aantal opleidingen. Welke dat precies zijn en moeten worden en moeten blijven, is een discussie die allereerst in die faculteit plaatsvindt. Dat gebeurt ook bij wiskunde en natuurwetenschappen, dat gebeurt ook bij sociale wetenschappen. Dat gebeurt in alle faculteiten, net zo goed ook in die van u. En dan zullen wij in samenspraak met de faculteitsbesturen uiteindelijk die beslissing daarover nemen. Dat is de manier waarop het werkt. En ik ben goed op de hoogte van wat u daarvan vindt. Dat maakt u nu nog een keer duidelijk. Dus wees u alsjeblieft niet bestreden dat ik dat niet zou weten, dat het college dat niet zou weten. Maar er zijn altijd meerdere belangen af te wegen dan één belang. En dat moeten wij dus vanuit de faculteit ook bij ons op het college van bestuur op de tafel krijgen. En dan zullen we uiteindelijk in samenspraak met degene die erover gaan een beslissing nemen. Ja, maar mag ik u er dan op wijzen dat u als dan wil ik een aanspraak maken op uw integriteit als rector magnificus? Want u zegt het gaat om meerdere belangen. Maar dan vraag ik me toch af, binnen een universiteit waar toch argumenten, inhoudelijke argumenten, zwaar moeten wegen, dat als u invloed heeft op het maken van deze beslissing, wat u dus heeft, gezien het feit dat u zegt dat het eerst binnen de faculteit wordt besproken, maar daarna verder door de molen moet, dan kan ik me toch niet anders voorstellen dan dat deze beslissing ook door u als onbeargumenteerd en ongefundeerd ervaren moet worden. Als we kijken naar het feit dat we kwalitatief in Nederland het hoogste niveau hebben van Frans en dat we winst maken, dat moet toch bij u een goed argument zijn? Dat we winst maken en een stabiele instroom hebben. Wat is dan het argument om ons op te heffen? Wat is uw argument? Ja, u wil alsmaar hier de discussie gaan voeren, maar ik had daarnet gezegd dat we dat niet gaan doen. Dus ik heb nu denk ik voldoende gezegd waar het overleg op dit moment is.
en we volgen gewoon de wijze die we altijd volgen. Maar dan heb ik toch nog een algemene vraag, want het is wel een tendens die we zien. We hebben het met oude culturen, talen en culturen van de mediterrane wereld gezien. En we zien het nu met steeds meer talen en ook op andere faculteiten, dat er gewoon een soort van vervaging plaatsvindt. En alle talen in één worden gestopt onder een grote hoed en dat daar gewoon een beetje in verdwijnen. Waarom is dat? Waarom houden we niet juist in Leiden, waar talen bekend staan, waarom houden we dat niet hoog in het vaandel en zelfstandig? Waarom moet dat allemaal vervagen? Waarom moet het allemaal vervagen? Ik geloof niet dat het allemaal vervaagt, maar het zal u ook niet ontgaan zijn dat er in Nederland een discussie gevoerd wordt over de geesteswetenschappen. En over, onder andere ook over de talen. En de discussie die wordt gevoerd in het kader van een regieorgaan dat daarvoor is ingesteld, onder leiding van professor Van Oostrum. Daar worden ook allerlei beslissingen genomen, in landelijk verband, over hoe er verder in Nederland het beste omgegaan kan worden met talen, Europese talen, niet-Europese talen, etc. Dus er zit ook nog een landelijk aspect aan deze discussie, die ongetwijfeld ook in de faculteiten wordt het onderwijs gegeven, in de faculteiten gebeurt het onderzoek. Dus wij hebben heel bewust een besturingssysteem waarbij de opvatting van de faculteit belangrijk is. Nou, die ken ik nog niet, want de faculteitsraad heeft hier niet over vergaderd. Ik ken de opvatting van het faculteitsbestuur. En toch staat er al een bericht op internet waarin dit aangekondigd is. Op internet allemaal staat, dat kan ik ook. Profileerde universiteit daar. De officiële website. Ik wil u uitnodigen om binnen een kop koffie te komen drinken, want het wordt hier buiten tamelijk koud en het is ook lekker warm. En dan kunnen we daar nog even doorpraten, maar dit is geen normale vergadering. Dit is gewoon een manifestatie. U bent hartelijk welkom om binnen even een kop koffie. Neem mij graag aan. Ja. Uiteindelijk dus in een totaal pakket in mei 2020.
staatssecretaris landen. En er zijn nog geen afspraken over gemaakt met de staatssecretaris. Maar als ik daar... Wij zijn overigens wel heel nieuwsgierig waar ineens de kans vandaan komt in deze discussie. Want dat is echt onduidelijk. Ik kan me voorstellen van dat al die opleidingen die bijvoorbeeld opgegeven worden in Utrecht, dat zijn kleine opleidingen. Dat zijn opleidingen die bijvoorbeeld niet echt rendabel zijn. De opleiding Frans hier is toch echt een uitzondering op alle opleidingen die er nu toe langskomen in de media en de pers. In de discussie. Ja, het heeft niet zoveel zin om hier nu deze discussie te gaan voeren. De discussie over rentabiliteit is binnen een geheel door de overheid gesubsidieerde instellingen niet een heel makkelijk. Hè. Dus dat is niet de manier waarop wij erover praten. Dus, wij krijgen een bepaald bedrag van de overheid, daar moeten wij een aantal dingen voor doen. En wat we precies doen, dat is dan precies het onderwerp van wat is je profiel, die doet wat. Dus als Utrecht ABC doet, is het niet zo voor de hand liggen, dat Leiden precies hetzelfde. En als Leiden DGNF doet, is het niet zo voor de hand van Amsterdam, precies hetzelfde. Dus dat type van discussie. Je kunt in Leiden geen diergeneeskunde, je kunt in Leiden geen tandheelkunde. De ene moet je naar Utrecht, de andere moet je naar Amsterdam. Dan, dat type van afspraken, gesprekken, ja, lijkt mij vrij normaal. Ja. Dus als de mensen van Frans bijvoorbeeld in Nederland binnen de regio gaan van het Oosten zouden zeggen, nou de opleiding Frans, bachelor Frans, master Frans, dat doen wij voortaan vanaf nu in Utrecht, Leiden en Groningen best. Ja. Ik heb het nog niet gehoord, maar dat lijkt mij, dat type van discussie zijn we aan het voeren. Ja. En daar zou ik, dat lijkt maar, mij op zichzelf een vrij normale discussie. Het is een normale discussie, maar met weinig openbaarheid. En als ik als student misschien enigszins brutaal mag zijn, iedere keer, wij staan met heel goede argumenten. Wij zijn rendabel, we hebben genoeg studenten, we hebben heel veel kwaliteit en ook nog eens heel veel specialisatie. En aan iedereen die we het vragen krijgen we, laten we die discussie nu niet voeren. Ja, daar moet je voor bij die zijn, daar moet je voor bij die zijn. We worden van een kastje naar de muur gestuurd en weer terug. En wij willen nu weten waar het op staat, waar we aan toe zijn en wat nou de tegenargumenten zijn die nog steeds niet zijn gekomen. En van de ene krijgen we te horen, het is alleen nog maar een concept. En van de andere krijgen we te horen dat het al vergevorderde plannen zijn. Nou ja, dat is een kwestie van doorvragen, zou ik zeggen. Daarom staan we hier nu, om door te vragen. Ja, bij het faculteitsbestuur zijn. Maar en die zegt dat u daar totaal helemaal niks nooit over heeft gehoord. Die voeren de discussie. En de vraag en daar gaat wordt u niet in betrokken? Ja, natuurlijk wel, maar nou, ik ga niet met de faculteitsraad van Geesteswetenschap overleggen. Dat doet het faculteitsbestuur. Wij hebben een bepaald type organisatie. En dat zit zo in elkaar. Ja, alleen dat type organisatie is ook zo dat alles wat er beneden wordt bepaald naar boven wordt gemeld. Dus dat, daar moet echt wel zitten dat u hun argumenten kent en hun plannen en hun ideeën die wij niet kennen. Er is een discussie aan de gang in de faculteit of een brede bachelor moet komen. Dat is de discussie die loopt. Nou, die discussie die, is door het faculteitsbestuur aangezwengeld. Daar komt over 2 weken de faculteitsraadvergadering over. Nou, en daar moet dan uitkomen tussen faculteitsbestuur en faculteitsraad wat de uitslag van die discussie is. Ja. Mij lijkt het allemaal tamelijk normaal, eerlijk gezegd. Ja, nee, natuurlijk. Maar dat is ook het enige wat we te horen krijgen. Van, er komt een discussie, er is een discussie. Ja. Maar waar is de discussie als er geen argumenten komen? Ja, de argumenten die zijn gewisseld tussen de faculteitsbestuur en de instituten. En de instituutsbesturen die hierbij betrokken zijn. Ja, en dus, wat ja, zijn die dan? Maar ik ga die discussie hier nu niet voeren. Dat heeft geen zin. Maar u kunt ons niet een paar argumenten geven waarvan u zegt van... Ik heb net in algemeenheid gezegd dat alle dat algemene, dat krijgen we iedere keer. Dat is puur de motivatie. De afspraken tussen de universiteiten en de afspraken met de staatssecretaris. De motivering in zijn algemeenheid is dat iedere universiteit zich op dit moment aan het afvragen is, moet afvragen, in het kader van de mensen van de regering, wat het profiel is. Wat is het profiel? Wat doe je wel en wat doe je niet? Wat een profiel is. Ja, wilt u dat er daar minder opleiding komen? Het profiel van de universiteit en van de faculteit is welke vakgebieden wil je onderzoeken en welke vakgebieden wil je onderwijs geven en welke niet. Dus je moet keuzes maken.
alle universiteiten in Nederland een keuze maken. We hebben allemaal te maken met teruglopende middelen, zoals iedereen weet. Je kan dus niet alles blijven doen wat je ooit deed. Dat is ook het. Nou, en zo zie je dus dat Utrecht stoot sterrenkunde af, Utrecht stoot Portugees af, Utrecht stoot theologie af. En wij stoten Arabisch. Nou, en zo kun je dus, in iedere universiteit is er een discussie aan de gang, hè, over allerlei vakgebieden, alle disciplines, ja, alle faculteiten. Wat doen wij de komende jaren en wat niet? Nou, nogmaals, dat lijkt mij een tamelijk normale discussie. Ja, maar daar is een beslissing in genomen. Jawel, we hebben buiten Europese mondialiteit gekozen. Als er één taal is die ik me kan bedenken die daarin past, is dat Frans. Want aan het hooggerechtshof van de rechten van de mens, voertaal, een van de voertalen is Frans. In Noord-Afrika heb je Frans nodig, Canada heb je Frans nodig, Zuid-Amerika heb je Frans nodig. Het belang van Frans hier natuurlijk. Nou, waarom worden we dan onze onafhankelijkheid bedreigd? Nee, maar dan denk ik dat wij de conclusie kunnen trekken dat u erop aandringt dat men goed zijn huiswerk doet en dat er inderdaad ook argumenten zijn waar wij over kunnen discussiëren. Ja. Want dat is het probleem geweest. Kijk, ik kan me voorstellen dat u nu in uw positie, zoals u hier staat, geen duidelijke stelling kunt nemen, dat snap ik, maar u kunt wel iets bespoedigen en zeggen, nou kom maar eens met goede argumenten, want die hebben we nog niet gehoord. Ja, dan kunnen we discussie voeren. Ja. Wij hebben de normale manier van omgaan met elkaar. Wij hebben aan de faculteiten gevraagd, van alle faculteiten, wat is uw profiel? Wat willen jullie de komende 5 jaar? Want wij moeten dat geheel tezamen straks bij de staatssecretaris inleveren. Nou, dus we hebben ook een geesteswetenschap gevraagd. Uw faculteitsbestuurders is daar nu mee bezig. Nee, maar begrijp je dat op ons een zeer ontransparante indruk maakt? Het feit dat de faculteit het al besloten heeft wat zij graag wil dat haar profiel is. En dat er dus niet ooit een discussie binnen gevoerd is binnen de faculteit. Het faculteitsbestuur heeft daar een opvatting over. En daar vindt op de normale manier via de faculteitsraad waarover studenten vertegenwoordigd zijn, vindt daar een discussie over plaats. Als jullie menen dat jullie argumenten onvoldoende gehoord, dan is er een hele eenvoudige methode, namelijk opschrijven, het faculteitsbestuur aanbieden en daar de faculteitsbestuur een discussie over. Monsieur le recteur, mag ik wat vragen? Wat is uw eigen positie in verband met de beslissing en de situatie? Wat denkt u zelf? Ik ben voorzitter van het college van bestuur. Wij hebben aan de faculteitsbesturen gevraagd om het profiel van de faculteit te maken. En ik wacht van het faculteitsbestuur van geesteswetenschap af waar het mee komt. Meneer, ik bedoel uzelf als persoon in verband met Frans. Ik sta hier als functionaris. Maar dus u hebt geen mening zelf over Frans? Die doet er hier niet toe. Maar de faculteit wordt dus wel gedwongen om een keuze te maken en om op dingen af te stoten. Alle faculteiten, alle universiteiten in Nederland moeten keuzes maken over wat zij willen. Dus misschien wat te doen. Maar ik werd ook besluiten om daar niet in mee te gaan en daar tegen te verzetten. Ja, maar er wordt nu alsmaar gezegd van verzetten en beslissen en dit doen en dat. Zo werkt het niet. Wij zijn gewoon om met elkaar een discussie te voeren aan de overlegtafels die we daarvoor hebben. Het college van bestuur met de faculteitsdekanen, de faculteitsdekanen met de instituten, met de faculteitsraad. Dat is de manier. Mag ik even veel tijd is om even langs de faculteit te gaan? Ja. En dus de vraag om ons te ontvangen, ons te aanboorden. Ik ga met de faculteit dus wel zeggen, wij hadden geen keuze, wij moesten een keuze maken. En wij, gaan we zo meteen horen, niet de ruimte om te zeggen, wij willen helemaal niets afstoten. Ja. Nou, ik zou me niet voorstellen dat als u aan de faculteitsbestuur, aan Wim van der Doel en Wim Drees vraagt, mogen jullie even spreken, dat ze dan nee zeggen. Dat kan ik eerlijk zeggen. Ik ben hier ook. Maar dat is nou denk ik wat ik beluister. Dat de studenten geen gehoor zijn bij de faculteit om in discussie te komen. En dan vraag ik me af, ja, hoe kan die vaststelling nou opgeheven worden? Er ligt heel duidelijk een vraag bij de studenten om in discussie te gaan. Ja. Ik zou gewoon het faculteitsbestuur nog een keer vragen om een gesprek te doen. Meneer, we willen u bedanken dat u ons heeft ontvangen. En we hopen en we nemen aan dat u dus nog aandringt om argumenten te geven en dat vooral te herhalen. Nou ja, om met u in gesprek te blijven. Dat lijkt mij. Ik zou het wel inderdaad
dat de communicatie gewoon goed op gang komt en blijft. Dat het in de toekomst van andere studenten vooral meer communicatie. Ja. We willen u van harte bedanken voor uw tijd en dat u ons heeft weer ontvangen. Dat hadden we nou ja, misschien nog niet eens verwacht, zeg maar. We zijn hier echt heel blij. Ja, oké. Okay. En dan zullen we u nog weer aan uw werk laten. Kan ik nog andere dingen? Oké, dankjewel. Tot kijk. Ik zal het contact zoeken. Dank u wel voor de tijd. Oké, okay. Nous sommes qui nous sommes, ce que nous voulons dire, et qu'on est disposé à nous écouter, mais que pour le moment, on essaye aussi de garder des positions intenables, mais qui, grosso modo, dépendent des décisions politiques à un niveau plus haut. Oui. Mais enfin, là, peut-être qu'à force de donner nos arguments, on peut les faire réfléchir un petit peu. Expliquez-nous.
Expliquez-nous. Justifiez-vous. Expliquez-nous. Justifiez-vous. Expliquez-nous. Justifiez-vous. Expliquez-nous. Wij hebben wat vragen wat betreft de dreigende opheffing voor krachtentaal en cultuur. Die moet samengaan binnen een brede bachelor met Duits en Italiaans. Nou zijn wij als opleiding van mening dat zo'n brede bachelor heel interessant kan zijn. En we willen daar graag aan meewerken. Maar als zelfstandige opleiding Frans, kunt u ons vertellen wat de redenen zijn van het college van bestuur en van het faculteitsbestuur waarom de opleiding Frans als zelfstandige opleiding zou moeten verdwijnen? Nou, dank voor je dus betrokkenheid voor bij dit gebeuren. Allereerst, we zitten midden in het proces van overleg met SNP en hebben voor morgen eind van de dag de opleidingscommissie uitgenodigd om te praten en voor volgende week overleg met de opleidingscommissie. Dus wat dat betreft is dit niet moment om te zeggen van nou, het is precies helder hoe dingen verder gaan wat ons betreft. Maar toch even een enkele opmerking. Wij weten dat er voor een goed student is gekomen. Dat een goed student is gemotiveerd is en goed is. Er is geen echte twijfel aan kwaliteit dat een goed student gemotiveerd is voor opleiding zoals die in stand bestaat. Met veel taalkunde, met veel letterkunde, als de typische kern, dat is de klassieke opleiding. Maar wij denken dat er ook scholieren zijn die niet kiezen voor een opleiding Frans of Duits of Italiaans, omdat het een te smalle opleiding is. Wij denken dat er kansen zijn voor studenten die zeggen van ik vind Frans interessant, maar ik heb ook belangstelling in geschiedenis en ik wil elementen combineren. Of maar ik ga nu al met een minor, meneer. Als ik een grote minor doe, kan ik dat prima combineren. En ik wil wel Frans doen. Ik wil specialist in Frans worden en niet een brede iets van geschiedenis en Frans en een beetje dit. Ik wil Frans, Frans en Frans. En dit is een grote doelgroep. Ja, even verder beeldschetsen in elk geval. Dus wij denken dat er naast de student die zeg maar Frans, taalkunde, letterkunde, cultuurkunde, daar 100% op te richten, of tenminste absoluut nog niet, dat er ook studenten zijn die opleidingen elementen combineren. Dat is landelijke ontwikkeling, we denken over wat bredere opleidingen. We zien het voor onszelf ook voor in de regio studies bij international studies, dat er naast studenten die voor Korea of Japan of iets anders kiezen, studenten zijn die zeggen ik wil dat bredere palet en gaandeweg mijn keuzes maken. Wij begrijpen dat deze doelgroep bestaat, maar ik moet u even inhaken omdat wij inderdaad daarmee eens zijn. We begrijpen dat deze doelgroep bestaat en we willen meewerken aan deze brede bachelor en dat is ook naar u toe gecommuniceerd. Wat wij echter niet willen is de opheffing van Frans als zelfstandige opleiding. En daarvoor vraag ik uw argumenten. Waarom moeten wij als zelfstandige, winstgevende, middelpuntgevende wetenschappenopleiding verdwijnen? Zijn kwalitatief het beste van Nederland. Mag ik u daar wijzen? Ja, zo is het weer. Ja. De kwaliteit is ook absoluut niet ter discussie. Zowel de kwaliteit van de opleiding, de kwaliteit van de opleiding als de kwaliteit van de docent voor die dit jaar onderwijsprijs gevonden. Daar zit gewoon, dat is helemaal niet in discussie ofzo. Moet deze kwaliteit verloren gaan? Alleen ik denk dat jullie jezelf kritisch bewijzen als je telkens praat over opheffen of verloren gaan. Het idee is dat in dat brede verband er wel degelijk ook de mogelijkheid blijft om heel sterk op één taal in te zetten, om uiteindelijk ook een lesbevoegdheid te voldoen aan de vereisten voor een lesbevoegdheid in zo'n taal. Meneer, wij hebben naast dag 1 gelezen in het Frans. Hoe kunt u garanderen dat dat in zo'n brede bachelor bewaard blijft? Ja, dat is in de vol. Kunt u dat garanderen als wij niet zelfstandig blijven bestaan? Uitwerking van hoe zo'n opleiding in elkaar moet zitten is gewoon één waar nog aan begonnen moet worden. We zitten ook in overleg met de instituten. Dus er wordt al een beslissing genomen zonder dat daar een inhoudelijke uitwerking voor is? Dat is toch een rare gang van zaken? De beslissing is om die kant om die plannen uit te gaan werken. Je moet ergens beginnen om die plannen uit te werken. Daar ligt nog geen. We beginnen met de deadline dat wij in september 2013 als opleiding
geen eerstejaars meer krijgen, maar dat het dan een brede bachelor is, dat vind ik wel een raar begin. Moet er niet eerst een plan zijn voordat u gaat besluiten dat dat dan ingaat? Het plan heeft een aantal contouren, waarin een van de contouren is om de universiteit is in veel zin een supertanker om gebruik te maken, doen we een aantal jaren vaak over. Maar dat als je wil dat je iets nieuws neerzet en daar met zeker ambitie in gelooft, dat je dan over zegt van nou, probeer over anderhalf jaar werkelijk start te maken, dat is niet zover. Jij kan proberen altijd op lange termijn te schuiven, zeg 2,5 jaar. Maar nogmaals, dat zal afhangen van de mate van de uitwerking van de plannen. Natuurlijk, zolang we het plan niet hebben, hebben we de stappen ook nog niet gezet. Maar deze bachelor staat al op de site van de Leiden Universiteit. Mag je daar bijzetten? Hij staat niet als een bachelor waar studenten zich op kunnen gaan inschrijven. Alleen naar aanleiding van alle publiciteit is er ook een bericht gezet hoe de faculteit het ziet. We hebben ook vanuit andere van de betrokken opleidingen signaal gekregen van pas op hoe het neerzet. Hij praat over opheffen. Er is een verschil tussen hoe de bestuurlijke organisatie is, hoeveel hokjes je hebt. We hebben ook niet. En de expertise. Het doel van de hele operatie is om de expertise juist te behouden. Ook voor Italiaans. Ik denk van we kunnen misschien wel meer studenten interesseren om Italiaans te combineren met iets anders, met film of met een tweede taal. En dan na een tijdje, hoop je dat je hetzelfde boekhoudt die 100% in zo'n taal blijft. Naast, dat kan dus niet, nee. Naast een aantal studenten die die taal combineren met andere En daarom willen wij dat Frans als zelfstandige opleiding blijft bestaan. We willen graag meewerken aan deze bachelor, maar onze zelfstandigheid behouden juist om onze kwaliteit te garanderen. En heel veel mensen die combineren nu al wat. En we horen heel veel over het plan dat er is. En over wat het nog niet helemaal uit is gewerkt. Of toch wel. Alleen wat ik nog steeds niet hoor, zijn de weerleggingen van onze argumenten. Wij komen met een heleboel argumenten en we hebben een heel goed alternatief. U heeft onze brieven ontvangen, meneer. En wij komen nog steeds niet. Wij krijgen alleen maar te horen over plan en niet plan. Maar alleen inhoudelijke weerleggingen. We zijn hier in een universiteit. En we hebben hier argumenten nodig die op basis van discussie op een universitair niveau komen. En wij komen met heel veel argumenten, maar we krijgen niets terug. Wij hebben wel een inhoudelijk verhaal, want u hebben we nog niks gehoord. Dat vind ik jammer als je het zo wil noemen. Maar we hebben het is de realiteit. Het is zo. Ik vind het jammer als dat zo ervaren wordt, maar dus het globale verhaal is dat we denken dat voor scholieren er een bredere markt is. Stel dat we voor het palet en opleiding waar we het over hebben twee keer zoveel studenten kunnen werven, maar een deel daarvan kiest voor andere combinaties, die zullen prima, op een ander taalniveau eindigen. Wij willen graag meewerken, meneer. Waarom mogen we niet zelfstandig blijven staan? Een puur formele kwestie van hoeveel opleidingen. Nee, maar dat is niet puur formeel, echt niet. Wij willen graag zelfstandig blijven bestaan en wij kunnen zelfstandig blijven bestaan. Omdat wij de vakken willen die wij nu hebben. En ik kan u verzekeren, wij hebben als OLC-lid, kan ik dat zeggen, hebben wij onder studenten gevraagd wie had gekozen voor zo'n brede bachelor. En ik kan u zeggen, dat is maar een handje vol. De mensen die hier allemaal voor u staan vandaag willen kiezen voor Frans. Wij zijn niet zomaar een taal. Wij zijn niet alleen het leren van Frans en dat daar te combineren met geschiedenis. Nee, wij krijgen civilisationsvakken, wij krijgen middeleeuwenvakken, wij krijgen heel veel juridisch Frans, wat allemaal nodig is voor de francofonie waar u daar, die daar ook ziet staan. En wij willen Frans blijven doen en wij willen helemaal niet combineren met Italiaans of Frans. En dit wij is een grote doelgroep van komende studenten, want mensen die Frans studeren hebben een liefde voor de taal. Dit is ook een grote doelgroep. En heeft u cijfers voor het feit dat u denkt dat meer studenten af zullen komen op een brede bachelor? Er staan dan studiedagen daar, een type student die kiest, die van zijn 12e al weet dat hij Frans wil studeren. Of een type student die dat niet weet. En de studenten die weten dat ze Frans of Duits of Italiaans willen doen, die specifieke groep die bedienen we op dit moment. Maar wat is de verhouding? Voor een deel ontwikkelen dingen zich en moet je dat in de praktijk zien. Wat, mensen wat voor een ontwikkeling? Stemmen met de voeten. Dus dat weet je niet altijd van tevoren. Maar we hebben al een aantal jaren de ambitie voor. Als je kijkt naar een ander project waar we als universiteit een aantal jaar geleden een stap hebben gedaan. Voor de oude culturen zijn een aantal opleidingen samengevoegd. En uiteindelijk
zijn daardoor meer studenten daarin gekomen. Maar mag je erop wijzen dat ze daar pas in het tweede jaar beginnen met taalvaardigheid vakken en wij vanaf dag 1 beginnen in het Frans met taalvaardigheid vakken. Ons niveau is het hoogste in Nederland en we scoren overal heel goed. Dat kunnen we niet behouden op het moment dat we beginnen met Engelse en Nederlandse vakken. Over algemene zaken van Europa. En hoe we het ook wenden verkeerd. Verbreding is leuk, maar het gaat ten koste van de diepgang en van de kwaliteit van de opleiding. Ja, ja. Dit soort mixstudies zijn ook al in Nijmegen en Groningen en op meerdere plekken. Is het niet goed om Leiden juist te profileren als een universiteit die pure taalstudies aanbiedt? Ik denk dat het niet handig is om hier verder een hele lange discussie. Ik heb geprobeerd de koers, de gedachte van de samenvoegingsoperatie aan te geven. We hebben morgen een gesprek met de opleidingscommissie uitgenodigd. Dus met ons dus? Sommige van u daar ook weer zullen zijn. Dan met het leed van het bestuur, want dit kwam gewoon improviserende wijze. Dat even gevraagd werd om naar beneden te komen. Ja, en terecht, want we hebben geen gehoor gekregen op onze brieven, meneer. En de rector heeft ons naar u verwezen. Na aanleiding van de brief van de opleidingscommissie is de uitnodiging voor morgen. Ja, dus maar we zijn net bij de rector geweest. Even een afspraak over gemaakt, naar aanleiding van de brief. Dat staat daar niet namens de opleidingscommissie, we staan namens de actiecomité. Studenten. Alle studenten. Ik zie dat er meer studenten en ook nog medewerkers zijn dan alleen de opleidingscommissie. Maar morgen hebben we dan een kleine groep die waarmee we een specifiek gesprek voeren en volgende week een opleidingsvoorzitter en anderen. Dus wat dat betreft zitten we in een proces. Mevrouw van der Kals, die dus de onderwijsprijs heeft gewonnen dit jaar, heeft een vraag. Ik ben geen rekenwonder, vandaar dat ik voor taal heb gekozen. Toch denk ik, als je, alhoewel we het eens zijn om eventueel samen te werken, als je een eenvoudige rekensom maakt van 3 talen, wat een student zou kunnen kiezen, hoe kan je dan in een jaar een redelijk niveau, zo niet een goed niveau naar C2, garanderen aan de student? Want je hebt maar een jaar. En wij werken volgens het Europees kader en daar komen wij uit op C1 en C2. Dat wordt ook in het buitenland, in mijn geval, gewaardeerd door de Chambre de Commerce en de Industrie. We hebben totaal geen invloed op de beoordeling daarvan. Alle studenten van Leiden slagen met mention très bien. Hoe kunnen wij dit blijven garanderen in een jaar? Dat is mijn vraag. De gedachte is niet dat de student, dat iedere individuele student in dat programma alle talen gaat doen of zoiets. Dat daarbinnen differentiatie is en dat je een programma ontwikkelt waarbinnen studenten dus hun loopbaan erg richten op het Frans en andere erg op het Italiaans. En erg richten, niet volledig. En andere misschien op een combinatie van beide. Dus kwaliteit blijft niet hetzelfde. Nee, het combineren is in de breedte en niet in de diepte. En wij staan hier omdat wij diepgang willen. Ik wil helemaal geen vage bachelor waarin ik een beetje weet van Italiaans en een beetje van Frans. Ik wil niet Italiaans met Frans combineren, ik wil Frans studeren. En als ik zin heb om een beetje geschiedenis te doen, dan ga ik een grote minor doen. Dat nu ook al kan. Waar blijven die specialisaties? Waarom moeten we allemaal opgaan in grote, brede bachelors? Waarom? Goed, antwoord. We komen hier morgen op terug. Ik denk dat in het totale palet aan opleidingen, dat we het groot en breed, zo groot zijn onze opleidingen ook dan nog niet. We zijn, maar wij kunnen alleen bestaan. Wij bestaan hartstikke goed alleen, we zijn financieel gezond, meer dan zelfs. We hebben, een van onze docenten heeft een prachtige beurs binnengehaald, de OCW, en net een maand geleden nog. We hebben genoeg studenten, 30 studenten instromen per jaar, we hebben 80 bachelorstudenten. Dat zijn heel veel mensen die aan de kant geschoven worden. En kansen die voor andere mensen er niet meer zullen zijn. Ik zou u aanraden om niet te praten over opheffen of aan de kant schuiven, maar wel te zoeken naar de mogelijkheden die er binnen de kaders zijn en om die zo goed mogelijk te krijgen. Van onze maatschappij moet onze maatschappij niet willen. Hier komen straks wel de docenten Frans voor het middelbaar onderwijs vandaan. Als die leuk aan verdieping doen, of aan verbreding doen, komen ze niet meer aan de verdieping toe, krijgen wij straks docenten op het middelbaar onderwijs die eigenlijk niet gekwalificeerd zijn. We leiden met elkaar, als het over het middelbaar onderwijs gaat, voor de schoolvakken, te weinig mensen op. Als je een opleiding weet te maken die aantrekkelijk is, dan krijg je dat een aantal mensen die misschien op middelbare school dachten van ik word geen leraar, dat die in de loop van het eerste jaar denken eigenlijk is me specialiseren in zo'n taal aantrekkelijk. Het patroon dat een aantal mensen die uiteindelijk een wissel nemen, die niet binnenkomen weten wat ze precies gaan doen,
gewonnen kunnen worden voor die vak. Maar de studenten dat is die wel weten wat ze willen kans doen, komen niet meer binnen. Ja. Want die gaan ergens naartoe waar ze wel Frans kunnen studeren. Dat is niet in Leiden. Ja. Hoe denkt u? En waar die studenten verliezen. En waar het niveau wel hoog is. Maar waarom kan de opleiding Frans niet onafhankelijk blijven bestaan naast de brede bachelor? Wat is het? We financieel gewoon gezond zijn. Twee processen, denk ik. Eén is de vraag die ons in het landelijk overleg gesteld is vanuit de staatssecretaris van de geesteswetenschappen maken de indruk heel erg versnipperd te zijn, heel veel kleine opleidingen te hebben. En zeker als vergelijk met andere faculteiten hier ook. Wij hebben als faculteit over de helft van de universitaire opleidingen, maar niet de helft van de aantal studenten. Lange na niet. Hoe dat dan? Dus het beeld van veel kleine opleidingen speelt een rol. Daar is de politieke vraag ook. Het beeld van veel studenten die in het eerste jaar hun weg nog zoeken en dan van opleiding veranderen, is een landelijk patroon. Dus de vraag is van de staatssecretaris, zeg maar, en het hoofdlijnakkoord tussen universiteiten, van kunnen jullie wat meer brede bachelors oprichten, zodat studenten gaandeweg hun koers bepalen, deel van de middelbare scholieren. Zoals wij al hebben gezegd, wij passen binnen de profilering van buiten Europese mondialiteit. Ja, dat was even het punt. Een deel van de scholieren weet wat ze wil, een deel ontwikkelt ook de eigen belangstelling in het eerste jaar. En dat je die groep ook goed bedient, zodat ze niet afhaken, maar hun weg kunnen zoeken binnen een opleiding. De andere is dat als wij een nieuwe opleiding zetten, we niet zomaar een nieuwe opleiding kunnen starten, maar dat zal moeten via een samenvoegingsoperatie. En wat dat betreft, als je iets nieuws wil opbouwen, ja, ook in het bestuurlijk proces de vraag krijgt van waaruit. Maar dit voor nu, denk ik. Het bestuur spreekt morgen met de opleidingscommissie en ook met de opleidingsvoorzitter. Ik zie in elk geval de... Wij hopen dan wel aan de bestelling van de mensen. Hier worden dus blijkbaar weer geen argumenten gegeven. We zijn door de rector naar u gestuurd. Net stond de decaan daar te kijken. En waarom komt hij niet naar beneden om ons uit te leggen als u dat ook niet doet? Want u kan alles wat ik zeg afwijzen als geen argument. Maar in elk geval probeer ik wel de overweging te geven op de scholierenmarkt en in het proces met scholierenmarkt, wij moeten dus blijkbaar het onderspit delven voor kwantiteit. En wij hebben duidelijk gezegd dat wij die grote bachelor absoluut aan mee willen doen. Dus al die mensen die graag breed willen zijn, die gaan we aanspreken. Maar we willen niet die mooie specialisatie die we nu hebben in het middeleeuws Frans bijvoorbeeld kwijt gaan raken. En dat gaat wel. Als we dan die brede bachelor hebben, dan doen we dus eigenlijk 3 talen. En als we dan afgestudeerd zijn, worden we geacht om een baan te gaan zoeken waar we allebei in gebruiken, dat we ook van alles een beetje doen. Het is een misvatting dat iedereen 2 talen zou doen. Binnen die opleiding zou ook de mogelijkheid kunnen bestaan om 1 taal met een ander vakgebied of 1 taal met sterke literatuur en film misschien in die taal. Dat kan nu ook. Dan leren we dus in eerste instantie ook minder. En wij zijn, om niet te vergeten, zijn wij hier wetenschappers. Daar worden wetenschappelijk onderlegd. En niet, dit gaat beginnen te lijken op een hbo-lerarenopleiding of een brede hbo. Wij gaan hier onderzoek doen. En hoe kunnen mensen straks, die zich willen specialiseren in het juridisch Frans, in het middeleeuws Frans, zich gaan specialiseren op het moment dat ze wordt gevraagd van begin af aan breed onderlegd te zijn. Ik zou niet te zeer kruipen in die rol van... dan wordt een hbo-opleiding. We hebben andere opleidingen die ook een wat breder karakter hebben. Het niveau Frans gaat dalen. Dat kan niet anders. Ja. Wij kunnen nooit waarborgen de C1 en de C2 die wij nu afleveren. Nee. En onze banen zijn het wel van de toekomstperspectief van zo'n studie, van brede bachelor. Op zich denk ik dat een taal- en cultuuropleiding ook niet alleen over taalvaardigheidsniveau draait. Uiteraard. Daarom hebben wij in het Frans geschiedenisvakken, in het Frans civilisatievakken. Wij begrijpen de Franse maatschappij, wij kunnen interactie hebben binnen het bedrijfsleven met Fransen, juist daarom. Dat geloof ik ook van harte, want ik heb echt vertrouwen in de kwaliteit van de opleiding. Morgen zien we de opleidingscommissie al van terug, dus een aantal van u. Dit loopt de komende tijd, denken en spreken hierover. Maar ik wou het voor mezelf nu even hierbij laten. Goed, dan wil ik u bedanken. Die mensen hebben geen verhaal. Totaal niet.
Morgen hebben wij van opleidingscommissie gesprek zelf de vraag, maar denk ik alweer geen antwoord morgen. Even nou een dag de tijd om over na te denken. Hunter, allons au troisième étage. Ter afsluiting. Want anders wordt het niet in huis, maar een afsluiting en afronding. Jullie ook. Hij heeft geen argument gegeven waarom die brede bachelor er moet komen. En daar zijn wij het mee eens, dus die discussie hoeven wij helemaal niet te voeren. Waar hij geen argumenten voor heeft gegeven, is waarom Frans opgeheven moet worden. Ik heb hem daar niet één keer over. Beste aanwezige. We mogen dan misschien wel niet helemaal te horen hebben gegeven wat we graag wilden horen. Goede argumenten. Maar we hebben in ieder geval mensen bereid gevonden met onze vragen. En laten we nu, als afsluiting van het geheel, nog één keer, ook voor de decaan en de vice-decaan en het faculteitsbestuur, ter afsluiting nog eenmaal het Wilhelmus en français. Doe net je erop!